Nou ja, we werken al een tijdje samen, dus weet je dat ik ook niet echt van de statistieken ben. Maar je moet ook je ogen niet versluiten. Dus dat betekent dat dat zeker geen makkelijke uitwedstrijd zal zijn voor ons. Dus dat klopt. Zie je een patroon? 3-1 volgende nederlaag, dat is niet des PSV. Nee, zeker niet. Het geeft aan dat we daar lastige wedstrijden hebben gehad. Ik denk dat in elke wedstrijd ook wel weer kansen liggen. Maar afgelopen jaren hebben we dus geen goede resultaten gehad. Dat betekent dat je optimaal moet verschijnen zaterdag om daar een goed resultaat te halen. En dat zeker niet op 80-90% kan gaan, maar iedereen 100% moet zijn. Ja, nou geldt dat voor in principe alle wedstrijden. Maar gebruik je zo'n statistiek in aanloop naar zo'n wedstrijd? Nou, als ik het gevoel heb dat het een positieve bijdrage kan hebben aan de voorbereiding op een wedstrijd. Soms zit je misschien in een hele goede serie of dan kan er wat sprake zijn van een enige onderschatting of misschien wat gemakzucht in de ploeg. Dat is op dit moment zeker niet aan de orde. We zijn net twee wedstrijden begonnen. Dus met het puntverlies in Den Haag is er alles aan gelegen om deze uitwedstrijd in winst te proberen om te zetten. Wat jou betreft ook wel prima uit dat Ajax en Feyenoord de eerste twee wedstrijden gewonnen hebben. Dus dat van verslapping überhaupt geen sprake van zijn. Nee, maar in deze fase, ongeacht wat de concurrenten doen, mag en kan daar helemaal geen sprake van zijn. Je wil zo goed mogelijk beginnen. En meestal na een wedstrijd of acht, dan krijg je een beetje een beeld van de ranglijst. Nou, dan moeten we zorgen dat we staan waar we willen staan. En dat is zo hoog mogelijk. Ja, wat toch parallel met het moment waarin jij een beetje zicht hebt wat je vaste elf zijn. Ten eerste zal het belangrijk blijven om te blijven presteren in onze groep. Als je dat op een goed niveau doet, dan zal er een bepaald elftal zich gaan vormen. Als je niet tegen te veel blessures of andere zaken aanloopt. En dan denk ik dat wij zeker nog heel veel rek in onze selectie en groep hebben om naar een nog hoger niveau te komen. Ja, maar goed, de prestatie van iedere speler op zijn plaats. Voor het team en met zijn eigen kwaliteiten. Daar wordt iedere wedstrijd wel naar gekeken. Want we hebben een ruime selectie met veel verschillende kwaliteiten. Maar uiteindelijk wil je ook wel naar een min of meer vaste formatie. Vindt u lastig om dan de juiste elf samen te stellen? Nou, sommige gevallen kun je nog een keus maken hoe de tegenstander speelt, hoe we zelf in ons vel zitten. Maar ik denk dat we wel een aardig beeld hebben van hoe wij denken dat het op dit moment uit moet zien. Ik zag, wat was het, donderdag, gisteren de training. Toen zag ik Pereiro in het basisteam, Pans in het basisteam, maar die Coriaal ook in het basisteam. Dus ik wist niet wat ik daar op het chocola voor kon maken. Nou, je beschrijft het eigenlijk al prima, dus weinig denk ik. Nee. Dus daar was weinig van af te leiden.